je kan het doen, maar je moet het ook snappen waarom. En als je op een plek als dit komt, dan zie je dat ook een beetje. Dat het belangrijk is om goed voor de wereld te zorgen. Goed voor de natuur, goed voor dieren te zorgen. Breda Nu. Deze week is het Landelijke Recycle Week. En als het gaat om inzamelen, scoren kinderboerderijen supergoed. In de inzamelbak van Boerderij Wolfslaar kunnen bezoekers hun kapotte kleine elektrische apparaten kwijt. En dat niet alleen deze week, maar het hele jaar lang. Het is Nationale Recycle Week. Dat is in het leven geroepen door WeCycle. En WeCycle kent eigenlijk iedereen wel. Het zijn de bakken die bij bouwmarkten staan, ook bij scholen. En ook bij heel veel kinderboerderijen. Dus wij zijn een inzamelpunt voor WeCycle, voor de kleine kapotte apparaten. Vanuit WeCycle hebben we kleine puzzeltjes gehad. Dus iedereen die deze week wat kon brengen, die mag zo'n puzzeltje meenemen. En misschien goed om te vertellen is dat kinderboerderijen zo'n beetje de grootste inzamelaars in het land zijn. Hè. Bijna alle kinderboerderijen in Nederland doen mee. En het is ook een logische plek, want je gaat even heen, je neemt even de tas mee, je hebt je kapotte broodrooster nog thuis liggen of weet ik veel, je tandenborstel. En die kun je dan achterlaten en je bent meteen op een mooie plek. We proberen in onze bedrijfsvoering, in de dingen die we doen, zo duurzaam mogelijk te zijn. Dus op dit ogenblik hebben we ons restaurant, is denk ik een van de duurzaamste gebouwen op dit ogenblik dan van Breda. Dus dat is gemaakt van stro, wat we hier zelf verbouwd hebben op de akker van de boerderij. Maar ook bijvoorbeeld in onze dierrassen. We hebben allemaal oude rassen. En dat is ook een vorm van duurzaamheid. Hè? Dus we willen het in stand houden, die rassen. Maar ook het zijn de rassen die echt horen bij de omgeving, bij het land. En goed aangepast zijn aan de dingen. Een kinderboerderij is natuurlijk altijd inzamelen, maar ook een beetje uitleg geven over waarom het belangrijk is om te doen. Je kan het doen, maar je moet het ook snappen waarom. En als je op een plek als dit komt, dan zie je dat ook een beetje. Dat het belangrijk is om goed voor de wereld te zorgen, goed voor de natuur, goed voor dieren te zorgen. Nou ja, ik zeg altijd, daar ben ik totaal niet objectief in, maar we zijn de mooiste kinderboerderij van Nederland. En ik denk ook in Breda wel echt een begrip. Dus het is altijd leuk om hierheen te komen. En nou ja, dan kan je het nuttige met het aangename combineren. Dus neem je spulletjes mee, laat die hier achter. En er zit wel een soort criterium, dus je kunt niet je oude computer of je oude beeldscherm hier achterlaten. Maar alles wat in een boodschappentas past, dat mag je hierheen brengen en kun je in de bak achterlaten. Breda Nu.